Nieuwe oefeningen, ditmaal oefeningen op verticaal zoeken. Je hebt een overzicht over een loopwedstrijd, je hebt een deelnemerslijst aan deze kant staan. De organisator van de lijst vult een rugnummer in en op basis van die rugnummer zou eigenlijk automatisch de naam tevoorschijn moeten komen. Je gaat hiervoor de functie verticaal zoeken gebruiken. Als jullie de functieassistent aanklikken, je klikt hier in die lange lijst en zo dan VER intypen, dan zou je op verticaal zoeken komen. Je weet ondertussen, ik werk met een Engelstalige versie, dus bij mij heet die functie VLOOKUP, bij jullie heet die verticaal zoeken. Next, wat ga je zoeken? Wat wordt er gezocht? En wel, in die grote lijst ga ik zelfs natuurlijk aan de hand van het nummer de naam weten. Dus ik ga in deze lijst het rugnummer zoeken. Welk rugnummer? Ah, datgene dat ik hier zal ingeven. Dus B3 ga ik zoeken. Dan klik je op Array en dan zeg je waar, welke range bij jullie staat bereik, ga je kunnen aanduiden waar gaat hij die 6 moeten zoeken. Duid het hele bereik aan waarin dat hij gaat moeten zoeken. Goed. En bij index gaan jullie de kolomnummer mogen zetten. Welke kolom, deze, de eerste of de tweede, gaat hij hier moeten tonen? Maar wel, in dit geval moeten we de naam krijgen, dus we gaan niet de eerste, maar de tweede kolom moeten tonen. Je typt hier gewoon het cijfer 2 en dan ga je hier beneden Wils Stefan krijgen met het nummer 6. Dat lijkt me prima. Druk op OK en je zou die formule eventueel zelfs helemaal tot beneden kunnen gaan doortrekken en dan weer zien dat er wat fout gaat. Altijd eens eventjes gaan controleren. Ik duid de eerste foutformule aan. Ik druk op de invoerregel van boven. En ik ga onmiddellijk zien wat er gebeurd is. De blauwe cel is juist. Hij is er 2 naar beneden gegaan. 2 rijen verlaagd. Maar hier in het bereik, in het grote stuk, is hij natuurlijk ook weer 2 rijen gezakt. En dat had niet gemogen. Dus die derde rij had moeten vaststaan. En die 15e rij had ook moeten vaststaan. Dus dat ga ik veranderen. Ik druk op Escape om daar weer uit te gaan. Klik de eerste formule aan en zeg hier dat bereik in het rood, F3 tot G15. Daar mag de 3 nooit veranderen, zet er een dollarteken voor. En de 15 mag niet veranderen, dollarteken voor de 15. Pak diezelfde formule, trek hem naar beneden, laat hem los. En iedere keer als hier een persoon, 7 was al over de lijn geweest, we zullen daar even, wie hebben we nog niet, 3 pakken. En het nummer 12 is er ook nog niet. Nummer 13 ook niet. En je ziet iedere keer als je een nummertje ingeeft, gaat hij automatisch de persoon aan de rechterkant automatisch invullen. Hier zo, de naam. Dus de eerste oefening is af. Jullie bewaren. Doe de volgende nog. 14-6-2. Je ziet allemaal excuseer, pizza's met hun bijbehorende prijs. Je ziet een bestellinglijstje en je kan daarvan gaan een algemeen totaal gaan moeten berekenen, maar ook de namen van de pizza's, de prijzen laten zien enzovoort. Dus hier staat een pizzanummertje dat besteld wordt, dus ik heb hier via verticaal zoeken de naam nodig. Dus ik ga de functieassistent gebruiken. VLOOKUP heet dat bij mij, verticaal zoeken heet dat bij jou. Wat zoek ik? Hier staat de pizzanummer. Waar ga ik dat zoeken in dat hele bereik? Zo. Welke waarden heb ik nodig? In dit geval de tweede kolom, want ik heb de naam nodig. Dus ik druk op 2, Della Casa. Druk op OK en je gaat zien dat hij werkt. Ik zou de formule helemaal kunnen doortrekken en dan ga je zien dat hij hier weer wel werkt. Maar als ik bijvoorbeeld hier het cijfer 4 zou ingeven, dan krijg ik geen waarde. Hier wel nog altijd, ik zal het laten zien. Ah, voilà, vanaf daar gaat hij al mis. Waarom gaat hij hier mis? We gaan het kijken. Ik kies er zo willekeurig eentje uit. Druk op de invoerregel. Ah, jullie gaan dat niet zo duidelijk zien met die rode kleur. Ik zal dat eens eventjes veranderen in een bijvoorbeeld lichtgrijze kleur, maar dan verander ik de font in zwart, zodat je de pizza's beter ziet. Ik ga ze opnieuw hier klikken, en dan ga je duidelijker zien wat er misgaat. De blauwe is juist, de blauwe kolom, of de blauwe cel, sorry, maar het rode bereik is meegezakt, had weer niet mogen zakken. De rij had hetzelfde moeten zijn hier, van de tweede rij tot de 28e, dus dat ga ik nog aanpassen. Hier van boven, de tweede rij, tot en met de 28e had ik moeten vastzetten. Duid de lijst aan, trek die naar beneden. En je gaat zien, zolang als ik hier nu iets ingeef, gaat het wel goed gaan. Die had ik niet nodig nu, dus ik doe die eventjes weg. Ik had hier de prijs ook nog nodig. De prijs staat ook in diezelfde lijst. Dus wat kan ik doen? Ik kan het mij gemakkelijk maken. En de formule hier, die ik hier gemaakt heb om de naam op te zoeken, selecteren, Ctrl-C. Druk eerst op Escape om daar terug uit te gaan. En ik ga die hier op de plaats van de prijs plakken. Ctrl-V.
Maar het enige wat ik hier moet veranderen is dat achterste stukje. Ik heb niet de tweede kolom nodig, maar 1, 2, 3, de derde. Druk op enter en ik ga daar de prijs krijgen. Ik trek die hier naar beneden door en ik heb de prijzen. Ik moet ook nog het aantal berekenen om de oefening compleet te maken. Dat maal dat. Druk op enter. Ik kan de formule eventueel helemaal tot beneden trekken. Je geeft een algemeen totaal nog. Sommatieteken van alles wat erin staat. En het kost die persoon blijkbaar 54 euro. Als die nu een andere pizza kiest, hij belt om te zeggen dat moet pizza 15 zijn. Dan ga je zien dat het hele systeem aangepast wordt. Hij moet bijvoorbeeld één pizza van dit. En je ziet dat alles automatisch verwerkt wordt. Dus even kijken naar de laatste oefening in die reeks. 1463. Het gaat over Pokémon. Hier wordt er gevraagd om een willekeurig getal tussen de 1 en de 151 ingeven. Dus ik ga hier 1, daar 5, 10, 50, 100 en 111 bijvoorbeeld, dat zit ertussen. Want je hebt de functie verticaal zoeken nodig om in je volgende tabblad, Pokémon, de naam te gaan zoeken van het figuurtje dat daarmee overeenkomt. Dit zijn 151 Pokémon karakters. Dus die hebben we nodig. Hierin ga ik die naam moeten laten staan. Dus ik ga erin verticaal zoeken. Jullie doen verticaal zoeken. Ik doe VLOOKUP. Wat ga ik zoeken? De nummer van mijn Pokémon karakter. Waar ga ik dan moeten zoeken? In deze dit hele gebied. Zo, ik duid het aan. Welke kolom heb je nodig? De tweede, want ik heb de naam nodig. Bulbasaur is dat blijkbaar. Druk op OK. Krijg die naam op tevoorschijn. Wat gaat er mislopen? Als ik die formule naar rechts kopieer natuurlijk. Ik heb dat naar rechts gesleept, dus ik kan mij nu al een beetje indenken van, die gaat ook dat bereik mee naar rechts getrokken hebben. Ik ga dat even controleren. Duid er zo eentje aan. Dat is blijkbaar 1, 2, 3 naar rechts gegaan, dus drie kolommetjes naar rechts. Klik van boven op de invoerregel. Die blauw is cel is juist. Ik ga op Pokémon kiezen en ik ga inderdaad zien dat mijn bereik opgeschoven was. Had ik er eentje opgeschoven, zo, kan ik een keertje kijken, dan zie je dat is eentje opgeschoven. Dus die A-kolom en die B-kolom mogen niet veranderen. Hij mag niet naar rechts opschuiven. Dus ga ik in mijn formule hier een dollarteken voor de A zetten, die mag niet veranderen. Een dollarteken voor de B. En als alles goed is, kan ik die formule nu wel herbruiken, zo. Ik ga die iets breder moeten maken. Dubbelklikken en dan gaat de naam er volledig tussen. Hier. Zo. Oefening klaar. Niet bewaren.